Dekt. We hebben het ook gehad over de nanopartikels die er zouden kunnen in aanwezig zijn. Dus dat betekent dat bepaalde stoffen zoals squalene op een heel minuscuul klein niveau, dus nog kleiner dan bijvoorbeeld asbestdeeltjes, worden toegevoegd aan het vaccin. We hebben daar weet van dat dat gebeurt. We hebben 13 patentnummers die aantonen dat men in die vaccins nanopartikels gebruikt. Wel, als ik de kritische deskundigen lees, dit is een aanslag op onze constitutie, want het dringt door op cel- en DNA-niveau. Het heeft een blijvend continue infectieuze reactie tot gevolg. En het wordt genetisch doorgegeven. Dus met andere woorden, het belast niet alleen de persoon die er op dat moment mee geconfronteerd wordt, maar ook zijn nageslacht. Dus het is een structurele introductie van een totale bevolkingsdecimering en degeneratie. Okay. Nu hebben we vandaag toch enige duidelijkheid in verschillende zaken gekregen. En misschien dat hier en daar toch wel wat twijfel is bij het bestaan in andere gebieden, de twijfel enigszins is weggenomen. Hoe gaat dit dan vervolg krijgen? Hoe komt dat nou bij het grote publiek terecht? Een hele goede vraag. We hebben dus een persconferentie ingericht. Ik heb een stuk of 60 instanties aangeschreven. Ik heb er dan verschillende ook in opvolging aangebeld. En dus gisteren hadden we onze persconferentie en er was niemand. Absoluut niemand. En in zekere zin was ik blij, omdat dat aantoont dat dus ook de media van bovenuit worden gedirigeerd door. Hè. Dus gedurende gans die campagne is Van Ranst erin geslaagd om iedere dag overal in alle media aanwezig te zijn. Wij niet, totaal niet. Terwijl hetgeen we zeggen toch ook gebaseerd is op feiten en vaststellingen en argumenten en een deel van de bekommernis weergeeft. Overigens, ongeveer 10% van de Belgen hebben zich laten vaccineren. 90% heeft daar al dan niet bewust of intuïtief niet voor gekozen. Dus hun mening en de onderbouwing daarvan heeft totaal geen kans gekregen in de media. Dus misschien dat we met dat contract dat we nu hebben, dat dus onweerlegbaar bewijs inhoudt dat men al op voorhand bezig was zich voor te bereiden op een pandemisch griepvirus, dat dit andermaal een onderbouwing is van wat iedereen aanvoelt van dat het niet spontaan natuurlijk is gebeurd, maar gewild en met een kunstmatig aangemaakt virus, dat we dat nu harder kunnen maken. En ik ben ook heel blij dat deze week in Nederland er een signaal gekomen is vanuit de onmiddellijke omgeving van minister Klink, dat hij volledige informatie moet geven over de werkelijke samenstelling van de vaccins. En het is bedroevend dat wij burgers dat soort zaken moeten inrichten om een evidente eis ingewilligd te zien van openbaarheid van bestuur. Zeker als het ons eigen lichaam, onze eigen integriteit aangaat. Dus ja, als je dat een beetje afstandelijk bekijkt, waar zijn we mee bezig? Positief bekeken heeft dit alles voor gevolg dat onze weerbaarheid, onze kritische ingesteldheid, ook onze samenhorigheid, daardoor wordt aangescherpt. En ik denk dat we dat 100% gaan kunnen gebruiken in de maanden die nu te komen staan en waar we nog aanvallen op de waarheid, op de vrijheid en op onze integriteit gaan moeten pareren. Ja. Nou, ik hoop in ieder geval dat de organisatie blijft groeien. Zowel de Duivoortgroep als ook alle andere groepjes. En ik zie dat er steeds meer wordt samengewerkt. Dat is een heel positief iets. Het is niet alleen nog iets vanuit België of vanuit Nederland of vanuit Duitsland. Het wordt steeds meer Europees. Wellicht dat dat ook de volgende stap is. Ja. Europees symposium te organiseren van mensen die vragen hebben die geen antwoord vinden. Ja. Wel, ik wil daar onmiddellijk op inpikken, omdat een van mijn aandachtspunten zijn de chemtrails. En dus, ik heb in begin januari een schrijven verstuurd naar een aantal mensen waarvan ik hun engagement op dat vlak kende.
Ik heb daar dermate veel respons op gekregen dat ik nu een bestand heb van ongeveer een kleine 100 mensen. Van over langs de wereld. Costa Rica, Israël, Chili, gans Europa, Canada en de Verenigde Staten. Dus wij gaan binnen een aantal maanden, een internationaal symposium organiseren om ons alleen te focussen op de essentie, dus het wetenschappelijk bewijzen van het fenomeen. Ja. Als je weet dat van 18 tot 22 februari in San Diego, Californië dus, een symposium doorgaat waar alle mensen, bedrijven, instanties die te maken hebben met geoengineering, dus het op grote schaal structureel beïnvloeden van allerlei processen, zijn de hoeveelheid zonlicht die doorkomt, de CO2 beïnvloeden en het klimaat gaan bijsturen. Dus als je ziet dat dat gedurende 4 dagen gaat besproken worden op het hoogste niveau, maar los van iedere democratische inspraak en controle, ja, Dan zijn er verschrikkelijke dingen aan het gebeuren. Men is dus werkelijk op mondiaal vlak aan het experimenteren, zonder dat er iemand de knop van de thermostaat, globaal gezien, in de gaten houdt. Dus het is werkelijk experimenteren op een grote schaal, zonder dat vooraf te bespreken en op kleinere schaal uit te testen wat daar de mogelijke effecten van zijn. En men moet de ogen maar open doen om te zien welke verwoestende effecten dat heeft op de natuur. Waar bomen staan te sterven, waar we weten van de bijen dat er massale sterfte is, de kikkers, de vleermuizen heb ik nu vernomen. En ook bij de mens, je moet maar zien. Net zoals bij vaccinatie is ook chemtrails een aanslag op ons immunologisch en neurologisch systeem. Dus onze natuurlijke weerstand en onze intelligentie eigenlijk. En het merendeel van de effecten situeren zich in termen van depressiviteit, chronisch vermoeidheidssyndroom, suïcidaal gedrag, moorddadig gedrag. Met andere woorden, het niet meer mentaal, intellectueel in zijn kracht staan. Voilà, zo'n zaken. En dus dit wordt nu duidelijker en duidelijker. En daar moeten we denk ik met een soort van onverzettelijkheid en vanuit een heilig vuur aangedreven ons tegen verzetten totdat er een klik komt. En die is mogelijk. Die is bij mij mogelijk geweest. Tot voor een paar jaar zou ik alles wat hier doorging ook als lichtjes zweverig beschouwd hebben. Mijn ogen zijn opengegaan, dat is niet mijn verdienste. Dit is wel een inzicht dat tot bij mij gekomen is. Als je ziet wat bij John Villapen gebeurt, dat iemand gedurende 35 jaar de meest criminele, mafieuze dingen kan doen. En dat die dan een 180 graden bocht neemt en zijn leven in dienst stelt van het verspreiden van die boodschap. Mensen kunnen veranderen. Als ze dus bereid zijn om zich open te stellen en een bepaald bewustzijnsniveau aan te nemen. Thank you for having a short interview with me. Okay, yes, yes. You worked in the pharma business. Yes. And you are telling our people that the whole pharma business is a very corrupt business. Yes. How come? They give you false information about their drugs. They bring out drugs that don't work and charge a hell of a lot of money. They buy doctors. They buy registration authorities. Corruption, corruption, corruption. But how come that you are now telling the people? Because I don't work with them anymore. And I'm tired of the fact that they're doing what they're doing, especially when they're using psycho drugs on our children. Like Prozac? Yes. And Ritalin? Yeah. All of them. And I have a little child that's 5 years old now. I'm not going to stand to see him.